Welkom bij Autoweek Classics TV. Zo dadelijk meer over deze Nederlandse Mini, maar we hebben nog meer. We gaan het circuit van Zandvoort op met een Mercedes 190 DTM replica. En we hebben natuurlijk de keuze van het Lauwman Museum. En natuurlijk vertellen we je ook wat er in nieuwe nummer staat. Maar nu eerst deze Mini. Er werd in Amersfoort gebouwd. Een origineel Nederlandse auto dus. En gewonnen dus dat Mini ervoor kiest om juist deze auto te restaureren om te vieren dat er opnieuw Minis worden gebouwd in Nederland. Jeroen Boy, welkom. Je schrijft prachtige verhalen van Autoweek Classics en je hebt iets met die Mini. Wat is dit dan nou precies voor een? Nou, het leuke aan deze auto, Ralf, is dat het een heel vroeg exemplaar is. En dat is dus eigenlijk de Mini in zijn oervorm. Hij is gebouwd in 1959, het allereerste jaar dat ze kwamen. Wat deze nog leuker maakt, is dat hij in Nederland is gebouwd, of eigenlijk geassembleerd. Dat gebeurde bij firma Molenaar in Amersfoort. Die kreeg een mooi pakket vanuit Engeland toegestuurd in een kist. Daarin zaten alle onderdelen om een autootje te maken. En dat deden ze dan ook. Kistje kwam er binnen, autootje kwam eruit. Dit is eigenlijk het origineel, hè? Je begon ermee, de oermini. Waaraan kan je dat onder andere zien? Ja, er zijn er heel veel, Ralf. Er zijn tientallen dingen die deze auto anders maakt dan een wat later exemplaar. Maar een leuk voorbeeld is, er zit hier een heel mooi regengrootje op het dak. Waardoor het water wordt tegengehouden als je instapt. Maar als je goed kijkt, er zit geen gaatje om het af te laten wateren. Nou, dat is natuurlijk vragen om problemen. En bij de iets latere auto's hebben ze de gaatjes ingeboord. Maar dat was natuurlijk ook een noodoplossing. Dus op een gegeven moment hebben ze maar mooi in de stansen en in de mallen hebben ze gaatjes voorgeproduceerd. En dat voor een auto die in het Nederlands en Engelse weer moest rijden. En je vertelde net, onder de motorkap zat ook iets bijzonders, hè? Iets dat alleen in 1959 voorkwam. Wat was dat? Ja, dat kun je heel mooi zien bij deze auto. Als je de motorkap open doet, zie je het onmiddellijk. Dat is een glazen fles voor de ruitenwisservloeistof. En ook dat was natuurlijk niet echt handig, want als je een aanrijding kreeg, dan vlogen de splinters om je oren. Dus dat hebben ze maar gauw vervangen. Maar deze heeft hem nog en dat is onder verzamelaars is dat goud waard. Die Mini, die was heel erg revolutionair van zijn tijd, ook vanwege de gekozen technieken. Kun je daar iets meer over vertellen? Het was natuurlijk echt een revolutionaire auto in die zin dat Alec Isigonis, de ontwerper, kreeg de opdracht om hem zo compact mogelijk te maken, maar tevens zoveel mogelijk binnenruimte te geven. Hij was wel beperkt door een aantal zaken. Hij moest een bestaande motor gebruiken die BMC in de schappen had. Nou, dat werd de A-serie. Maar wat deed die slimmerik? Hij kantelde hem 90 graden. Waardoor je enorm veel ruimte bespaarde. En je niet met die hele grote versnellingsbak zat. Die er bij de Morris Minor bijvoorbeeld wel achter zat. Dus als ik zeg van ik heb hier een dwarsgeplaatst motortje en de wieltjes helemaal in de verste hoeken. Heb ik dan het concept goed samengevat? Ja, dat is het absoluut. In een notendop. Ja. Je bent echt een man die iets heeft met de Mini. Je schrijft er ook over, hè? Vertel eens. Ja, ik heb daar een boek over gemaakt, een paar jaar geleden. En toen ik me eenmaal echt in die materie verdiepte, bleek dat er zo verschrikkelijk veel was. Elke week kwamen er weer nieuwe auto's boven water. Ik ben daar gewoon mee doorgegaan en ik doe het nu al 10 jaar. En het tweede boek is net uit, met nog meer varianten. En boek 3 is, kan ik je verklappen, inmiddels ook al in de maak. Voor de echte liefhebbers een hele serie dus. Jeroen, ontzettend bedankt voor je komst. Een paar maanden geleden liet hij weer zien hoe Vuik Racing oude Mercedes 190's ombouwt tot DTM-replica's. Nu zijn we een stap verder en is de auto klaar voor het circuit. En daarom reist de collega Michiel Willebrands af naar Zandvoort. En daar zien we hoe Henk Vuik voor het eerst losgaat met zijn Mercedes 190 DTM. Henk Vuik, in februari waren we bij jou op bezoek in de werkplaats. Toen was deze 190 DTM auto nog een gewone 2.5 16 klepper. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Nou, eigenlijk heel veel. We hebben ze natuurlijk helemaal gestript zoals we toen in het vorige filmpje hebben kunnen zien. En de rolkooi hebben we erin gelast. Een stuk gewichtbesparing gedaan. En motoren zijn veranderd, klaargemaakt en getuned. En compleet ander onderstel eronder, andere remmen eronder. Dus helemaal raceklaar eigenlijk. In hoeverre lijkt deze auto nu op de auto die in 89 daadwerkelijk in een DTM reed? Eigenlijk alles qua uiterlijk is helemaal hetzelfde. En alleen qua motoren is het ietsje normaler. Want in een DTM race doen we 350 pk. En dat betekent dat je elke 4 uur een motor moet reviseren. Dus daar hebben we iets begrotelijk voor je. Ja. We zitten nu rond de 250 pk en dan kun je eigenlijk gewoon een heel seizoen rijden zonder dat je ernaar hoeft te kijken. Hey, we zijn hier nu op Zandvoort. Jij rijdt voor het eerst met je eigen gebouwde DTM-auto. Hoe is dat? Ja, dat is ook heel mooi. Je begint ook aan een proces en daardoor ben je al enthousiast. En nu is alles klaar en dan rij je op het circuit en dan doet het allemaal goed.
en het stuurt goed, dus dat is wel een fijn idee. Merk je dan dat je in een auto zit uit 89 of is het gewoon een raceauto is een raceauto? Ja, in principe is het wel een raceauto, want het voelt ook allemaal goed en de motor is ook helemaal up-to-date. En qua ophanging is het natuurlijk het modernste wat er te krijgen is, dus dat is wel gewoon goed. Waarom specifiek die auto van Courtine? Ja, de klanten vonden het mooi. En ik was zelf al fan van Courtine, omdat er was een coureur met blonde haren en dat was ik natuurlijk zelf ook, dus dat daar zag ik wel wat in. En als je het DTM van 89, zeg maar de jaren 80 en 90, nu vergelijkt met het DTM anno 2014, kan het je nu nog steeds boeien? De huidige DTM niet zo eigenlijk. Want het is eigenlijk zo, hoe meer vleugel je op een auto zet, dus hoe meer downforce je creëert, hoe saaier de races worden. Want je kan bij 50 km remmen, maar bij 49 ga je van de baan af. En een DTM in de 80 en 90 jaren begin, ja, dan bewegen de auto's heel veel. Dus dan kon je ook hele rare remacties houden en dat soort dingen. Ja, het was absoluut spectaculaire tijd. Dat mis je wel in de huidige DTM. Ja, dat is nou een beetje Formule 1 geworden, dus dat is een beetje jammer. We staan in het gedeelte van het Lauma Museum waar de dwergauto's of microcars of kleinwagens zijn opgesteld. Dit was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het was een goedkope vorm van mobiliteit. Weinig benzine kostte het om te rijden met deze auto's, maar ze waren absoluut ondergewaardeerd of ondergemotoriseerd. Deze auto is een Vuldermobiel, maar gemaakt door Alweco in Veghel. Dus het is helemaal niet nieuws dat auto's geassembleerd werden in Nederland. Onder verschillende namen kwamen ze uit in landen zoals Chili, Engeland en ook in India zelfs. Deze auto is een 1-cilinder, 2-takmotor met 200 cc en had een vermogen van ongeveer 9 à 10 pk. Dus nou, dat illustreert wel dat je eigenlijk nauwelijks vooruit kan met zo'n auto. En het is ook nooit echt een succes geworden. In de nieuwe Autoweek Classics testen we twee auto's met alles achterin. Dus zowel de motor als de aandrijving. En de Renault 8 die neemt het op tegen de Skoda 1100 MB. Voor de rubriek onderhuids gaat het tempo even omlaag voor mooie foto's. We hebben prachtige beelden van de Gazelle Vega HK 500. In de geschiedenisles gaat Bas van Putten op stap met de Fiat 600 Multipla. Een auto die amper groter is dan deze, maar je kunt er 6 nonnen in vervoeren. Bas vertelt je er meer over. Dat en nog veel meer kun je lezen in de nieuwe Autoweek Classics. Bedankt voor het kijken.